Tommie Christiaan en zijn echtgenote Jamie hebben recentelijk de opmerkelijke beslissing genomen om hun nakomelingen een samengestelde achternaam te geven. Een combinatie van zowel de achternaam van de vader als die van de moeder. Wat aanvankelijk als een mooie gedachte werd beschouwd, ontketende echter een ware storm van kritiek. De kinderen van Tommie Christiaan en Jamie zullen voortaan een unieke achternaam dragen, voortvloeiend uit de samensmelting van beide ouderlijke namen. Hoewel deze keuze eerst zorgvuldig werd overwogen, botsten ze op onverwacht felle reacties zodra het nieuws openbaar werd gemaakt. Sommige commentaren uiten cynisme met uitspraken als: dat kind krijgt straks een naam van 100.000 letters. Wat een overbodige rompslomp weer. Anderen namen een scherpere toon aan door te beweren: ze trekken zich niets aan van de gevolgen voor het kind. Tuig van de richel. En dan zijn er nog degenen die stellen: Nederland is naar de knoppen en laten ze zichzelf even nakijken. In reactie op de verhitte discussie plaatste Tommie Christiaan een bericht op zijn Instagram-stories waarin hij zijn verbazing uitte over de felheid van de reacties. Hij riep op tot bedachtzaamheid over de gekozen bewoordingen bij het uiten van meningen. Wees vriendelijk, voer een discussie, deel je mening, maar doe dit alsjeblieft op een respectvolle manier, schreef hij. De veelzijdige muzikant benadrukte dat hij en zijn vrouw grondig hadden nagedacht over de beslissing om hun kinderen dubbele achternamen te geven. Ondanks de oprechte overwegingen van het koppel lijkt de samenleving verdeeld over deze ongebruikelijke keuze, waarbij de grenzen van traditionele naamgeving in twijfel worden getrokken.